Hans de Zeeuw, het samenwerkingsverband van FC Dordrecht met Feyenoord zit er aan te komen. Kun je zeggen dat het rond is? Nee, het is nog niet helemaal rond, maar het gaat wel rondkomen. Ja, is het dan dus nu eigenlijk nog twee handtekeningen? Is dat het verschil? Nou, we moeten vier handtekeningen zetten dan. Maar er zijn nog wat hele kleine details, maar nogmaals, we gaan er wel uiteindelijk uitkomen. Ja, wat is vanuit de club, vanuit FC Dordrecht, de grote wens? Wat kan Feyenoord volgend seizoen en de seizoen daarna voor jullie betekenen? Nou, op de eerste plaats om ons te helpen om hoog te eindigen op de ranglijst. Hè? Want na die 7 jaar is het inderdaad wel heel vervelend. En ik ben er ook wel een beetje klaar mee om iedere keer bij de onderste 4-5 te eindigen. Een hartstikke mooie competitie gehad dat we na competitie hebben gehaald met het Wonder van Leeuwarden. Maar voor de rest is het inderdaad gewoon echt onvoldoende geweest, dat weten we ook. Je hebt natuurlijk ook met financiële middelen te maken. We kunnen best wel wat stappen maken. Dit jaar is gewoon teleurstellend, daar ben ik gewoon eerlijk in. Het is gewoon echt niet wat we ervan hadden verwacht. Ik moet er wel bij zeggen, als je dan weer nu kijkt vanavond, is het wel weer heel frustrerend. En is ook wel een klein beetje het verhaal van het hele seizoen. We hebben scheidsrechter met heel weinig persoonlijkheid. Die gewoon dat anders moet oplossen dan dat hij het heeft opgelost. Maar geen Calimero gedrag. We staan waar we staan en het is onvoldoende. En met de samenwerking met Feyenoord, het is een samenwerking, een win-win situatie, is het echt de bedoeling dat we richting het linkerrijtje gaan. Want anders wordt het na het eerste jaar ook heel moeilijk om het een passend vervolg te geven. Wat gaat er dan concreet gebeuren in bijvoorbeeld het aantal spelers dat Feyenoord hier volgend seizoen kan laten spelen? In principe maximaal 4 zoals het nu staat. Wij bieden dat podium voor Feyenoord. Maar het zijn per definitie niet jongens die nu in onder 21 spelen. Waarmee ik niet zeg dat er niet 1 of 2 misschien bij zouden zitten. De bedoeling is echt dat er spelers worden gehaald. A la Baldé, wat natuurlijk hier een heel mooi voorbeeld is geweest. Maar bijvoorbeeld ook Touré, want ik heb begrepen dat een halfjaartje hier voor hem ook weer heel veel belangstelling zou zijn uit de Eredivisie. Ja, en dat heeft Feyenoord ook wel aan het denken gezet. En het enige wat wij natuurlijk wel hebben gezegd, en niet gezegd, wat ook op papier staat, is dat het een echte win-win situatie moet zijn. Dus dat wij er ook aan moeten verdienen. En dat gaat ook echt gebeuren. Ja, zou het qua spelers misschien nog een stapje beter kunnen? Want deze drie jongens, Conte, Baldé, de jongens die hebben nu eigenlijk één ding gemeen. Ze zouden het eerste van Feyenoord niet halen. Nou, het is wel de bedoeling. Kijk, je hebt natuurlijk ook altijd te maken met een... We hebben wel hier laten zien dat we een goed podium hiervoor kunnen geven. Het is heel moeilijk om aan te geven of het wel of niet het eerste moet halen van Feyenoord. De intentie is dat het echt jongens zijn die na 1 jaar eigenlijk nummer 12, 13 en 14 zouden zijn van Feyenoord. Maar daar gaat Arne Slot over en niemand anders. En stel dat het niet goed genoeg zou zijn voor Feyenoord 1, maar wel goed genoeg voor in de Eredivisie, ja, dan heb je een win-win situatie. Komt er vanuit Rotterdam-Zuid ook buiten de lijn hier in Dordt versterking? Hoe bedoel je buiten? Bijvoorbeeld in de technische staf. Daar wordt wel over gesproken, ja. Maar ook met name als we kijken naar fitheid, dat is voor mij ook wel heel belangrijk. Kijk, wat wij wel nastreven, in ieder geval ook beloven, is dat wij volgend seizoen 4-3-3 voetballen. Dat hebben we ook met elkaar zo besproken en ook met elkaar afgesproken. Hoog druk zetten en in ieder geval ook zoals vanavond, in ieder geval met veel strijd. En je mag best wedstrijden verliezen, ik bedoel, dat is ook een part of the game. Maar wel in ieder geval met passie en strijd zoals vanavond. En dan heb ik er niet zoveel moeite mee. Gooi je dan dezelfde doelstelling als dit jaar, hè? Een plekje op 4-5 hoger. Gooi je dat dan volgend seizoen eigenlijk opnieuw als doelstelling erin? Ik gooi erheen richting het linker rijtje. En dat is voor mij wel ook heel belangrijk. En het is eigenlijk in ons eigen belang, maar ook in het belang van Feyenoord, dat we dat ook echt gaan realiseren. Dus ja, alles op alles zetten richting het linkerrijtje. Ja, dan zal je misschien als sceptici zeggen van gaat Rotterdam-Zuid dan niet te veel FC Dordrecht overnemen? Omdat FC Dordrecht ook een club is met een eigen identiteit natuurlijk hier op het eiland. Wat kun je tegen hen zeggen? Nee, dat wij onze eigen identiteit 100% behouden. Nogmaals, het is een samenwerking om ons hoger te laten eindigen als waar we nu iedere keer staan. Maar ook om daar geld aan te verdienen. Heel duidelijk.
We hebben natuurlijk een hele zware jaar achter de rug. Ik zeg maar financieel, het is nog steeds niet makkelijk. Maar we hebben wel zoiets van, we zijn met heel veel dingen zijn we echt op de goede weg. Als je kijkt naar Energie Dordrecht, als je kijkt wat we hier hebben bereikt nu al met z'n nieuwe stoeltjes. Er is nog een hele lange weg te gaan, ook in de organisatie. Dus het is goed dat we daar ook in worden geholpen en ondersteund. Maar wat voor mij echt heel erg leidend wordt voor ons seizoen is hier op het veld. Dat moet echt beter.